Ontspanning, ontspanning achteren. Ik weet dat het een klein beetje bobberig is. Je zit in het vuile water van anderen. Oké, Dirk. Dit was een ménage à trois. Onvoorzien. Oké, pak hem maar weer op. Maar je ziet het zelf wel, als je achter bent, dan heb je een beetje beweging, dan zit je een beetje rug te kronkelen. Het is vreemd, dan kan het niet thuis blijven. Eens kijken wat je doen bent. Neem de tijd achter, hè? Ook om die haal goed af te werken. En dan eerst die handen van je af en dan pas die rug meenemen. Wat je nou doet, let maar eens goed op. Ik zet een klein stukje slow motion hierachter. Wat je doet, is bij je uitpik en dan je rug eerst rechtop zetten voordat je handen weg doet. Dat gaat niet. Dat